de laatste overlevende van dit concentratiekamp van SS'ers. SS'ers die aan het front werden afgekeurd, die kwamen hier als bewakers. Dus het erge soort bestond niet. En die waren natuurlijk met een soort woede in hun hele lichaam en het leefde ze op ons uit. Nederland herdenkt, dit was de poort, hè? Hier liep je door naar binnen. De poort. En hier stonden de brakken. Kamp Erika. Dit kamp was van 1941 naar 1945 een plek van vreselijke ontberingen, pijn en vernederingen. 900 mensen hebben hier hun graf gevonden. Ik zie hem nog zo staan. Hij was een drukker uit Hilversum. En die hadden ze betrapt met jonge jongens. En ja, dat vonden ze zo erg, die moffen, dat ze hem daar hier in om hebben gebracht en zijn eigen graf lieten graven. Hij stond te huilen terwijl hij aan het scheppen was. Slaat u mij toch niet zo hard, riep hij steeds. En toen moest hij in die kuil gaan staan. Ja. Ja, de gevangenen die eromheen stonden, die moesten de kuil dichtgraven. En toen was het natuurlijk gebeurd met de arme man. We waren met een soort orkesttournee door Nederland in 1943, was dat, ja. En die Christiani was erbij, John de Mol, de vader van de huidige Mol. En zodoende waren wij op tournee. En tot het fout ging in Maastricht. Want daar kregen we een contract van een maand. Ik zeg, jongens, dat kan niet. Ik ben ondergedoken. Jullie hebben allemaal een ausweis. Dat je bent vrijgesteld van werk in Duitsland. Maar ik niet. Ik heb geen bewijs. En die controle van de Duitse veiligheidspolitie, die komen hier misschien volgende week, misschien over 2 weken, maar ik zit hier nog een maand. Ik zeg, oh nee, dat gebeurt hier niet. En we spelen hier in een prachtig hotel. En zelfs de Duitse soldaten zitten in de zaal te klappen voor ons. En die kwamen zelfs handtekeningen vragen van ons. Klopte heel beleefd op de deur of ze alsjeblieft een handtekening van ons konden hebben. Ze hebben zo schön gespeeld. En dan moesten we handtekeningen. En ik stond ook handtekeningen uit te delen. Niet wetend dat ze elke seconde binnen konden komen. Van sorry, we moeten u toch even nakijken of u ook een bewijs heeft. En dat gebeurde natuurlijk. Och, ik heb die kaart. Die ligt in Amsterdam. Bij mijn ouders. Heb ik vergeten. Ach, nou ja, niks. We komen später nog maar terug. Dus weg. Op dat moment had ik door de achterdeur van het hotel weg moeten zijn. Ontvluchten. Maar ik dorst niet, want ik had mijn bas daar staan. Ik had mijn vibrafoon daar staan. Dat is een 3-octave vibrafoon. Grote instrumenten. Ik moet nou beginnen. Ik kan toch niet die deur uitlopen met die bas op mijn rug. En die muzikanten, die waren ook in alle staten. Wat moeten we doen? Moeten we doen? Ja, John, je kan de deur nog uit, want hij komt zo terug. En ja, daar kwam hij alweer. Ja, niks aan te doen. Dan moet u in Schutzhaft brengen. Dat bleek een doodgewoon Hollands politiebureautje, waar ik in een celletje werd gestopt. En het heeft 3 dagen geduurd voor ik op transport werd gesteld naar Arnhem. En daar bleef ik ook nog een dag. En op dat moment dus vanuit de trein naar Ommen. En daar werd ik 's nachts om 12 uur. Over die heide liep ik. De dag was, god, die maan stond zo mooi. En dan brachten die marechaussees me naar de ingang van het kamp. En zegt, als die soldaat geen geweer op zijn schouder hebt, en ik heb die handtekening dat ik jou heb afgeleverd, dan ren je zo hard je kan, ren je terug, wie weet nou de weg, en verstoppen wij je in de marechaussee-kazerne. We komen vlak bij die poort aan van het kamp, en daar stond een soldaat op wacht met een geweer op zijn schouder. Dat is waar hij me afleverde. Daar ging de poort open van de hel. Om 7 uur ging de klakson.
En dan was het of de hel was losgebroken. Zo'n lawaai, want iedereen schreeuwde. Snel, snel, we moeten naar Appel, 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 Abtzelen. Dus gevangene nummer 1, die riep ein. En die tweede riep zwei, drei, bist zehn. En als het goed gelukte, dan hoefde het godzijdank niet over. Want het moest soms wel 10 keer over. Dus dan werden ze steeds geslagen, die mensen. Dus daarom probeerde je zo laat mogelijk, dat je achteraan dat blok van 100 stond. Dan had je geen last dat je moest afroepen op die eerste rij. Dat werk wat daar verricht werd, was doelloos. Omdat je daar keien moest opzoeken, die overal lagen, langs de wegen. En tot je een kruiwagen vol had. En die bracht je dan terug in de buurt van de brak. Waar dus het monument nu staat. En dan gooide ze zo leeg. En dan schreeuwden ze, vrijheid, oprapen, in de kruiwagen gooien. Dus dan moest je het weer teruggooien in de kruiwagen. En dan weer terug in het bos gooien. Dus volkomen zinloos, want eenmaal in het bos aangekomen, na een flinke paar slagen weer op je rug, en dan, omdat je steeds sneller moest werken. Snel mens was er steeds. Dan moest je gauw die stenen weer pakken. Sommige grote knapen. En die moesten dan weer in die kruiwagen. En dan moest je weer terug naar de plek waar je gevangen zat. In die kampen, in die lagers heet het dan natuurlijk allemaal op z'n Duits. En dan gooide het daar weer leeg. En dan moest het steeds vlugger. Want het was hun niet vlug genoeg. Sneller mens, sneller. Dus dan moest je het weer leeg, weer terugbrengen naar die steenhopen. En daar omkeren. Vonden ze natuurlijk prachtig, want ze speelden gewoon met je. Doodvermoeid zakte je s'avonds half in elkaar in je barak. Totdat er een klakson ging. Dat betekende dat je heel hard moest rennen naar de appelplaats. En daar kwamen die grote gamellen met die hete soep aan. En die werden dan in die ijzeren bakjes gegooid. En dan moest je dan zo'n bakje wegpakken. En dan kreeg je die bevel is bevel. 3 minuten, 3 minuten. Staande eten, vooruit. De burgers, staande eten, 3 minuten. Kokend hete schaaltjes in je handen. Dus je stond, probeerde je, maar je brandde je mond, zo heet was het dan. Maar je kreeg maar 3 minuten om dat hete soepschaaltje leeg te eten. Dat ging natuurlijk niet, want na 3 minuten had je nog niet de helft eruit. Terug, en dan moest je dat via die rij gevangenen zo aan elkaar doorgeven. En dan gooiden ze dat zo in die troggen van de varkens om te eten. Hangmatten. 3 hangmatten boven elkaar. En dan lag je dus op een naakte mat met een oude lege deken over je heen. Dus je lag de hele nacht in de rondte te draaien, omdat de onderkant van je lichaam was koud. En dan ging je maar weer omdraaien, want de bovenkant had je in de deken. Dus dan kun je wel nagaan dat je 's nachts niet sliep. En om 7 uur ging dan weer die verschrikkelijke klakson. Cordel moet bij de schrijfstoel komen, zo dadelijk. Oh, jezus. Oh god, want iedereen beefde als hij een oproep had om in de schrijfstoel te komen. Nou ja, ik kom bevend die schrijfstoel binnen en daar zat die commandant, die diepgrond. De heer die regeerde over leven en dood van 3000 mensen. En die zegt, in plat Jordaans, want het was gewoon een brok Jordaner, die als vrijwilliger bij de SS werd gegaan, zei, jij moet vandaag een vliegtuig tekenen. Een vliegtuig tekenen? Ik heb hier een klein fotootje van een Messerschmitt, zo heette toen die Duitse vliegtuigen. Maar ik heb gehoord van je moeder, die hier op bezoek was, die heb ik even mee gepraat, en die zei dat je zo mooi kon tekenen. Dus ik heb er meer aan dat jij een prachtige tekening van zo'n Duits vliegtuig maakt, wat ik mooi aan de muur kan hangen, als dat je daar steentjes van de ene kant en de andere kant de hele dag staat te rijden. Zo, gaan we mooi zitten daar. Hier heb je een kamertje, een tafeltje, stoeltje. En ik dolgelukkig. Ik hoefde niet meer in die kou daar buiten met zweepslagen en geweerslagen op je rug. Ik kon er eindelijk
even een dag tegen mezelf zijn. En dan zet ik de tekenen aan het vliegtuig. Ik denk, ja, zomaar beginnen, zo, ja. Het moest groot getekend worden. En toen hoor ik ineens iemand schreeuwen daarnaast. Ik denk, wat is dat nou? Toen bleek ik dat ik het ergste van het ergste kamertje had, wat er bestond in het hele kamp. Want het kamertje, dat stond naast de verhoorkamer, waar ze verhoord werden. En de hele dag geslagen werden van voor en achter. En nou zal je bekennen. Ja, maar ik heb niks te bekennen. Ja, je moet bekennen. En dan bleef ze gewoon doorslaan toen die man als ellende maar zei dat die bekende had helemaal niks te bekennen. Dat ze ophielden met slaan, maar ze sloeg iemand half dood in het kamp. Nou, op een gegeven dag wordt je nummer afgeroepen. 1419 had ik. En dan ga je naar voren. Vandaag ga je op transport naar Doerkangslager Amersfoort. Dat was ook een SS-kamp. Na 8 of 9 maanden werd je dan op transport gesteld naar Duitsland. Om daar inderdaad, wat ik dus ontlopen was als onderduiker, kwam ik toch nog terecht in de oorlogsfabrieken in Linz aan Donau in de Hermann Göring werken. In Hermann Göring in 1945, vlak voor de bevrijding, besloot Hermann Göring toch nog een orkestje in elkaar te zetten. En een spendeer werd er een paar duizend, 10.000, 20.000 mark besteed voor viool, accordeon, saxofoon, trompet, weet ik veel. En een bas erbij voor al die dwangarbeiders een avondje te spelen, dat het er toch nog een beetje menselijkheid was. Maar ja, het kwam de Russen en de Amerikaanse legers, Russische legers, die kwamen allemaal bij de Donau terecht. En die stonden elkaars handen te schudden, dat was het eind van de oorlog. En toen ben ik gauw naar het restaurant gelopen waar wij altijd repeteerden. En daar stond die bas in een kast. Ik zeg, kom de bas halen, want de Leitung heeft besloten dat de bas in veiligheid gesteld moet worden in de kelder van de Hermann Göring werken. Want de bombardementen komen er misschien nog aan. Oh, bieden ze je, neem ze gelijk mee. En ik had een handkar geleend ergens. Dus die handkar die ging zo op een foedraal. Ik had er nog een zak omheen, weet ik veel. En die arme bas, aan het eind van de oorlog is die arme bas, we werden met open veewagens, met open treinen door de Amerikanen, anders was er niet. Met open voer, je zat 2-3 dagen in de open lucht van die goederenwagens, treinen, met die bas. Dus die bas heeft wat meegemaakt, tot ik helemaal in Holland was met de bas. Nou, daar is hij nooit meer weg geweest.